Op zaterdag 18 maart liep Woerden uit voor de Proms in Snelle Poort. Dit muziekfestijn wordt één keer in de twee jaar georganiseerd door Favare Orkest Excelsior. Ja, twee jaar bezig inderdaad. Ik zeg altijd, het volgende Promsconcert begint eigenlijk op de afterparty van vanavond. Hè. Dat was zoals het twee jaar geleden. Dan begin je al te denken, wat gaan we de volgende keer doen? En het zijn altijd leuke momenten om met het publiek en met deelnemers even te brainstormen, wat gaan we doen? Nou, je bedenkt een thema, je bedenkt daar muziek bij, daar is de muziekcommissie heel belangrijk bij, de dirigent natuurlijk. En dan ga je kijken of die muziek ook ergens beschikbaar is. Want dat is bij ons een soort muziek. Je moet wel bladmuziek hebben natuurlijk om het ook gezamenlijk te kunnen spelen. En dat is al een beetje zo'n jaar waar je mee bezig bent om te kijken. Van, nou, dat worden de puzzelstukjes. Goedenavond mevrouw. Hallo. Wat verwacht u voor vanavond? Een hoop spektakel, denk ik. Ja, dat lijkt me wel. In welk spektakel? Nou, ik kom voor het koor, maar ook voor Excelsior. En ja, dansen wil ik niet, dan moet ik afwachten natuurlijk. Ja, dus ik ga het afwachten in ieder geval. Veel plezier. Dank u wel. Ik zie het er echt naar uit ook, want we hebben de kaartjes gewonnen van RTL, van de oliebollenactie. En dus zodoende zijn we hier. Dus goedkoper kennen we niet hierheen, hè. Maar het moet wel mooi zijn. Ik ben er nog meer geweest ook, hoor. Maar het is wel mooi ook. Stond vandaag nog een stuk in het AD ook. Dat het wel ook heel apart is, dus dat is, ja. Groenendijk Bedrijfskleding en Boa Nova zijn winnaars van de Duurzaamheidsprijs 2017 geworden. Een prijs die iedere twee jaar wordt uitgeloofd door D66 Woerden. Voor bedrijven en organisaties die zich onderscheiden op duurzaamheid, op gebied van samenleving, groene economie en innovatie. De juryprijs ging naar Groenendijk Bedrijfskleding. Volgens de jury voert Groenendijk de duurzaamheidsgedachte door het hele bedrijf heen. Het is tweeledig. Om te beginnen is het natuurlijk sociaal. Er wordt veel kleding, en zeker ook bedrijfskleding, op een niet-sociale manier gemaakt. Denk aan kinderen, denk aan slechte omstandigheden, et cetera, et cetera. Veel in Bangladesh en India. Dus dat gedeelte hebben we afgeborgd met keurmerken, met eigencontroles, et cetera, et cetera. Het verduurzamen is heel erg belangrijk. De kledingindustrie is een van de vervuilende industrieën in de wereld.
na de olieindustrie. En er is dus veel te winnen. En we hebben daar zeker een steen in de vijver gegooid door te beginnen met circulaire bedrijfskleding. We hebben een moeilijk product gepakt. Wat is dat, circulaire bedrijfskleding? Circulaire bedrijfskleding is eigenlijk dat je een product hebt wat je in de basis zo hebt gemaakt dat je ook makkelijk dat weer als grondstof kan terugwinnen. En eigenlijk is dat je 100% van het product weer terug kan winnen als grondstof. En in feite zou je dus weer een nieuw product ervan kunnen maken, exact gelijkend op het product wat je net hebt ingeleverd. En wil die eindgebruiker het ook? Staan bedrijven in de rij om verstandige kleding te kopen? Ik moet nu lachen. Ze staan wel in de rij. Ze geven wel aan op verschillende niveaus graag duurzamer, socialer en wellicht ook circulair te gaan inkopen. Op het moment dat je bij een klant zit, en dat zit ik ook nog regelmatig, maar zeker mijn collega's, praat je vaak met een inkoper of een inkoopster en die heeft een ander belang en dat is prijs. We blijven Nederlanders. Dus wat je dus mist is de verbintenis binnen de klant, binnen de potentiële klant, met iemand die bijvoorbeeld CSA-manager is of de portefeuille heeft duurzaamheid en sociaal inkopen. Voor de publieksprijs werden 564 stemmen uitgebracht. Boa Nova, wat zoveel betekent als goed nieuw, kreeg de meeste stemmen. En dat had het bedrijf niet verwacht. Nee, het geheel niet. Zeker gezien het tijdsbestek. Was een week of twee geleden werden gebeld door D66 en moesten we het een en ander inleveren. En een interview afgegeven en nu hier te staan als genomineerde was al fantastisch. Maar aan binnen was zeker niet verwacht. Wat maken jullie of wat leveren jullie? Wij maken over het algemeen consumentenproducten. En die willen we verkopen op high traffic locaties als benzinestations. En we werken ook samen met automotive gerelateerde bedrijven. En die kunnen dan werken met onze producten voor eigen gebruik. En maakt dat dus tastbaar in de zin van, dan moet je denken aan? Bijvoorbeeld een ruitwisselvloeistof die je buiten ziet staan bij een benzinestation. Die maken wij geheel biologisch afbreekbaar. En ook de verpakking daarvan wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen als suikerriet. We hebben een autoshampoo, maar we hebben ook bijvoorbeeld pluche beren gemaakt van biologisch katoen. Dat soort zaken. En die producten staan dan bijvoorbeeld bij zo'n benzinestation naast de producten die helemaal niet duurzaam zijn. Wat maakt nou dat een klant voor jullie product kiest? Ik denk het goede gevoel wat het geeft uiteindelijk. Het is natuurlijk fantastisch om een bijdrage te leveren aan een mooiere wereld. Ik denk dat iedereen dat wil. De drempel is vaak prijs. En dat proberen wij eigenlijk weg te nemen door op grote schaal met grote partijen zaken te gaan doen. Dus op Europees niveau denken. En dan kunnen we grootschalig grondstof inkopen, grootschalig produceren. En daarmee proberen we de prijs eigenlijk een beetje concurrerend te maken met reguliere producten. Van een duurzaamheidsprijs die in Woerden wordt uitgereikt, zou je verwachten dat het initiatief ligt bij de gemeente of een ondernemersvereniging. Maar dat is niet het geval. De prijs wordt sinds 2 jaar uitgeloofd door D66. Nou, wij zien dat er heel veel bedrijven zijn die echt bezig zijn met duurzaamheid. We willen dat heel graag stimuleren. We willen die bedrijven ook graag een steuntje in de rug geven. En die willen we ook de kans geven eigenlijk om andere bedrijven ook weer te inspireren om met duurzaamheid bezig te zijn. Want het is people, planet, profit zoals het heet. Je kan met investeringen in duurzaamheid ook heel goed winst maken. En daar willen we aandacht aan geven. Maar het is niet iets wat iedere partij van D66 in het land doet. Wat maakt dan dat jullie het wel doen? Nou ja, wij vinden duurzaamheid belangrijk in ieder geval, D66 landelijk, maar hier lokaal ook. We hebben ook het initiatief genomen tot Woerden klimaatneutraal 2030. We vinden ondernemer belangrijk en als je die combinatie legt, dan kom je bij zo'n duurzaamheidsprijs uit, in ieder geval wij wel. En we merken dat die ondernemers het ook echt geweldig vinden om die prijs te winnen. Dus de tweede keer dat we hem hebben georganiseerd en ik weet zeker dat we hem over 2 jaar gaan we het weer doen. Er waren dit jaar 6 bedrijven genomineerd voor de prijs. Naast de 2 winnaars waren dat windmaalbedrijf De Windhond, Stone Cold Air Conditioning, Verwijhoutechniek en Snel Shared Logistics. In de Lutherse Kerk in Woerden is weer een editie van Nachtsessies gehouden, georganiseerd door Cult Company. Some flame.
marktstad voor boeren en buitenlui of ook een beetje voor andere burgers? Die vraag stond centraal tijdens een paneldiscussie in het politiek café RPL Ruitentroef. Arjen Smorenburg van de Streekmarkt uitte daar kritiek op de gang van zaken rond de Streekmarkt. Er is behoefte aan een regisseur, zei hij. Wat ik denk dat Woerden nodig heeft, dat is dus een naaste marktmeester of een goede marktmeester die de kwaliteit heeft om regisseur te zijn. Die dus verbinding brengt tussen alle partijen. En dan eerst iets in kaart brengt van wat gaat er allemaal gebeuren bij een evenement. Dus zoals een graskaarsdag of een straattheater of vul maar in. En daar een compleet plaatje van maken. En nu wordt er eigenlijk eerst puur uit een soort verordening gedacht. En de plek is op detailniveau, waardoor je later in het traject botst op de details die je afgesproken hebt. Zegt u eigenlijk dat de marktmeester die momenteel dit werk zou moeten doen, of misschien ook gewoon doet, het niet goed doet? Zij is in het uitvoerende bezig. Daarin wordt ze op dit moment slecht ondersteund, heb ik het gevoel, vanuit de gemeente. En ze is te kort in woorden om te begrijpen wat er allemaal leeft. Dat speelt ook mee. Is het eigenlijk alleen maar een bron van irritatie dat het niet lekker loopt zoals het loopt? Of gaan er nou ook echt dingen mis? Er gaan af en toe echt dingen mis. Zoals? Wat doen ze voor? Bij de Sinterklaasoptocht was een stuk veiligheid wat gewoon niet in kaart is gebracht. En gewoon onder geweld gebeurt. Echt fout. Smorenburg wil onder leiding van wat hij noemt een goede regisseur, ofwel marktmeester, afspraken kunnen maken met organisatoren van andere evenementen om tot samenwerking te komen. Ik heb voor u de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Na dagen van somber en nat weer gaan vanaf nu de goede kant weer op. En dat komt mooi uit samen met de start van de astronomische lente. Dat betekent dat vanaf nu de dagen weer langer gaan worden dan de nachten. Deze dinsdag is er flink wat ruimte voor de zon. Er staat een matige westenwind en het kwik loopt op naar zo'n 10 graden. De nacht verloopt helder. De temperatuur komt dan zelfs nog dicht bij het vriespunt. Ook woensdag ziet er niet verkeerd uit. Een prima marktdag eigenlijk. Wolken en brede opklaringen wisselen elkaar dan af. De matige wind draait naar het zuiden. En de thermometer geeft op woensdag 12 graden aan. Tot zover het weer.